Migratie, gelijkheid en racisme. De dagen dat we opstaan zonder dat er nieuws is over deze onderwerpen zijn zeldzaam. Voor vele mensen voedt migratie de angst dat migranten jobs afpakken. Ze zien migranten ook als een bedreiging voor onze welvaartsstaat en onze manier van leven, wat dat dan ook mogen zijn. Voor anderen is migratie iets hoopvols. Zij zien migranten als toekomstige werknemers, ondernemers, vrijwilligers of belastingbetalers. Ze zijn er ook van overtuigd dat migratie een oplossing is voor de vergrijzing en dat het leidt tot meer creativiteit, meer solidariteit en uiteindelijk economische groei. Maar of we nu angstig zijn of hoopvol, migratie is een feit. Het is zo oud als de mensheid, het is en het zal zijn. Daarom is het essentieel om goed geïnformeerde debatten over migratie te hebben en het proces dat daarop volgt. Hoe kan een samenleving best omgaan met migratie? Hoe garandeert men de gelijke kansen voor alle minderheden? En hoe pakken we racisme aan? Meer dan 80 academici van de Vrije Universiteit Brussel en hun co-auteurs werkten samen aan antwoorden op deze vragen. Moeilijke maatschappelijke vraagstukken kunnen niet opgelost worden binnen het hokje van één discipline alleen. Daarom brengt dit boek wetenschappers van heel veel verschillende disciplines samen, zoals filosofen, psychologen, sociologen, criminologen, juristen, gezondheidswetenschappers en geografen en nog veel meer. Het is enkel door de expertise samen te brengen en in dialoog te treden dat we complexe maatschappelijke uitdagingen beter kunnen begrijpen en aan oplossingen verder werken. Wetenschappers zijn doorgaans bezig met het uitleggen en verklaren van de dingen. Maar als je hen vraagt om hun opinie of een concrete aanpak, dan blijft het dikwijls veel stiller. Het innemen van een standpunt komt volgens sommigen zelfs in conflict met de zogenaamde neutraliteit van de wetenschap. Toch nemen we in dit boek positie in. Toch geven we onze opinies. We zeggen wat we denken dat beleidsmakers moeten doen of juist niet. En dat allemaal zonder al te veel academisch jargon. Dat hebben we toch geprobeerd. De opinies die we geven baseren we wel op wetenschappelijk onderzoek. Ze steunen op empirische observaties, rigoureuze analyses en kritische bevragingen. Natuurlijk bevat het boek geen toverrecept dat alle problemen in één klap oplost. Academici zijn het onderling ook niet altijd eens met elkaar. In plaats daarvan biedt het boek een inspirerende kaleidoscoop van onderbouwde opinies om de samenleving rechtvaardiger te maken. Het boek bestaat uit 4 delen. Het eerste deel gaat over de rol van humanisme in dit alles. Humanisme is de filosofische leidraad van onze universiteit. De auteurs in dit eerste deel leggen uit waarom humanisme en mensenrechten vaak een lege doos gebleken zijn voor migranten en minderheden. Het tweede deel focust op migratie en migratiebeleid. In dit deel maken de auteurs duidelijk dat het naïef is om te denken dat alle vluchtelingen naar Europa willen komen en dat hun droomleven start bij aankomst. De auteurs stellen onder andere ook een alternatief beleid voor met betrekking tot grenscontroles en samenwerking met landen van herkomst. Het derde deel zoomt in op de ongelijkheden die migranten en minderheden in zoveel verschillende domeinen ervaren. Van het onderwijs tot huisvesting, gezondheidszorg, cultuur, sport, religie. En opnieuw komen de auteurs op de proppen met innovatieve voorstellen. In het vierde deel staat racisme centraal. De auteurs gaan voorbij een individueel perspectief op racisme om te wijzen op institutioneel racisme. Ook hier dragen ze concrete strategieën aan om dit racisme te bekampen. Van praktijktesten en positieve acties op het werk tot de ontwikkeling van inclusieve identiteiten op school en de decolonisering van de universiteit. Migratie, gelijkheid en racisme zijn belangrijke thema's om aan te pakken hier en nu. De huidige pandemie versterkte de al bestaande ongelijkheden nog. Ze haakte ook sterk in op het migratie- en het asielbeleid. Van de ene dag op de andere hebben overheden grenzen gesloten,
asielaanvragen bemoeilijkt en gezinshereniging quasi onmogelijk gemaakt. Een paar maanden later bracht Black Lives Matter duizenden mensen op de been, ook in Europa. Via straatprotesten vroeg men aandacht voor ongeoorloofd politiegeweld en structureel racisme. Laat dit boek een inspiratiebron zijn voor de broodnodige veranderingen. Dus als je geïnformeerd wilt debatteren of als je zoekt naar nieuwe oplossingen voor een beter migratiebeleid of een rechtvaardiger gelijke kansenbeleid, zoek dan niet verder. In dit boek vind je niet alleen een kritiek op wat misgaat, maar ook een hele batterij aan voorstellen om onze samenleving rechtvaardiger te maken. We hopen dan ook dat dit boek gebruikt zal worden door beleidsmakers, activisten en iedereen die wil meebouwen aan een meer gelijke, meer antiracistische samenleving. En bovendien, het is gratis. Je kan het gewoon downloaden op onze website.